feestje bij Den Haag FM gisteren, want het programma Jong Agga bestaat 3 jaar. En dus een barbecue, muziek en de 14 meter lange stormbaan op. Hij is groot, hè? 14 meter. En het hoort allemaal bij 3 jaar Jong Agga, het jongere radioprogramma. Ik denk dat we in een hele korte tijd best wel hebben bereikt. En wat het bijzonder maakt is dat vooral de jongeren aan het woord komen. Of ze nou een feestje of een project of een activiteit organiseren, dat is hoofdzaak. Maar er komen ook gesprekken naar voren over jongeren waar het niet zo goed mee gaat. Je hebt natuurlijk de problematiek, het gaat over banentekort, school. Ga zo maar door. Dus ook die maatschappelijke aspecten waar jongeren mee zitten bijvoorbeeld, ook die maken we bespreekbaar. Het is niet altijd leuk, maar dat maakt het ook interessant om naar te luisteren. Jong Agga is een programma door en voor jongeren. Ik ben nu inmiddels 27. Het zal altijd blijven, maar het zou leuk zijn als er nog steeds door jongeren gedragen kon worden en dat er misschien wel een nieuw presentatietalent uitkomt, who knows. Maar voorlopig moet Jordi nog niet denken aan stoppen. Hij is samen met collega Sanji elke donderdagavond te horen in Jong Agga.